De ronde van Filipijnen is zaterdag gewonnen door Michael Vingerling. Brian van Goetem uit Sluiskil eindigde als tweede. Raoul Poortvliet uit Serenhoek behaalde de derde plaats, terwijl Matthijs Eversdijk uit Wilhelminadorp de vierde plaats voor zich opeiste. Al vroeg in de wedstrijd gingen Eversdijk en de Belg Jurgen van Trijp er vandoor. Vingerling en Poortvliet vonden niet veel later aansluiting bij de twee koplopers. Op het moment dat het enigszins stilviel in het peloton, maakte Van Goetem de oversteek naar het leidende kwartet. De vijf koplopers werden niet meer bijgehaald, waarna Vingerling de zege voor zich opeiste.